in Vught. En ik neem jullie graag mee naar de jeugdopleiding. We hebben hier twee groepen van 8 en 8, dus bij elkaar maximaal 16 cliënten. Als je hier binnenkomt, dan start je altijd met een korte detox. Dat betekent dat je gaat detoxen van je middel wat je gebruikt, maar ook detoxen van je omgeving en gaat loskomen van alles van thuis. Leg dan vooral de focus op het herstellen van je dag- en nachtritme, het gezond eten weer oppakken, gewoon een beetje landen en een beetje terug weer mens worden. Als je na de detox behandeling gaat volgen, krijg je een behandelplanbespreking waarin je samen gaat kijken wat jouw doelen zijn, wat jij graag wil leren en waar jij graag aan wil werken. Daar krijg je dan therapieën voor. Er is hier ook een standaardprogramma waar je aan deelneemt, groepsmomenten, individuele gesprekken en waar je vooral gaat kijken naar wat jij nodig hebt en hoe jij het graag wil doen. Als je hier wordt opgenomen, dan krijg je een eigen slaapkamer en die wil ik je graag laten zien. Loop je mee? Zo ziet de slaapkamer eruit. Iedereen heeft een eigen slaapkamer met een eenpersoonsbed, een kast, een bureau, een eigen badkamer met een douche en een wc. Chill, hè, dat je gewoon je eigen badkamer hebt en alles. Ik ga jullie meenemen naar de woonkamer. Hier hebben we de woonkamer. Hier eten we 3 keer per dag gezamenlijk met z'n allen. Hier wordt, zoals je ziet, ook lekker getekend en geknutseld. En er wordt veel muziek geluisterd, gechilled, film gekeken. We koken ook elke dag vers. Daar hebben we een taakverdeling voor, net wie daar tijd en ruimte voor heeft. En dat doen we in de keuken. Ik neem jullie even mee. Welkom in de keuken. We hebben hier een vaatwasser, een kookplaat, een oven, een magnetron, eigenlijk van alle luxe voorziening. Hier werken we met fases. Hoe langer je in opname bent, hoe hoger je in de fase bent, hoe meer vrijheid en verantwoordelijkheid je krijgt. We kijken per persoon wat passend is in jouw traject en hoe die opbouw gaat zijn. Ten slotte wil ik je nog even meegeven dat er in jouw behandeling echt heel veel mogelijkheden zijn, zolang je met ons in contact blijft en zolang je met ons blijft communiceren. Wij vinden openheid het allerbelangrijkste. Voor meer informatie kan je terecht op onze website en als je je wil aanmelden voor een traject bij ons in de kliniek, dan kan je ons staande nummer bellen. Super bedankt voor het kijken, ik wens je een fijne dag en hopelijk tot ziens!